Ja, cultuur in actie. Inmiddels ruim 350.000 mensen die aan het demonstreren zijn, luid en duidelijk, virtueel op het virtuele plein. En de zesde dag, dit 60 uur aan demonstraties, zit er al op. En we gaan vandaag vrolijk verder. En ook niet zomaar verder. We hebben aan tafel inmiddels aangeschoven is Rob Stoop. Muzikant, mag ik wel zeggen. Niet van één instrument, maar van twee instrumenten. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Hartstikke fijn. Laten we gewoon meteen erin duiken. Je bent muzikant. Wat was het eerste instrument en waarom? Piano. En het was heel jong en die stond in huis met de bedoeling dat we gingen spelen. En dat, ik kan me niet herinneren dat ik dacht, ik moet naar die piano toe, maar daar ging ik gewoon naartoe. Het was een magneet automatisch erheen. Want je zegt heel jong, maar dat was op je zesde. Ja. Dat is echt heel jong. Ja. Ik kan me wel van mijn ouders herinneren dat die zeiden dat ik stond aan de piano en dat ik zo klein was dat ik gewoon zeg maar zo, dat ik niet hoefde te zitten, dat gewoon zeg maar zo ging. En, maar ja, goed, ik weet er zelf natuurlijk niet zoveel meer van. Nee, maar wat is dan wat vind je zo mooi aan dat instrument? Waarom word je daar een beetje verliefd op? Is dat iets, of is dat, zijn het de noten, is het de muziek die je mee kan maken? Het is een hamer die op snaren gaat en dat je dat zelf bedient. Ja. En dat de klank die daaruit voortkomt, die, het voelt ook wel heel erg dat ik dat doe. Ja. Dat ik iets doe en dat geluid, en dat ik daar controle over heb, dat ik daar de baas over ben. Ja, dus jouw handeling die magie produceert. Ja, ook nu niet helemaal de baas, hè, want hij doet ook wel eens iets anders en dat vind ik ook heel leuk. Ja. En is het voor jou ook, kan je ook praten met zo'n instrument? Is het voor jou ook dat je je emoties in die snaren drukt en dan? Ja, tuurlijk. Heel erg. Maar ik praat niet letterlijk. Ik praat wel tegen mezelf, maar niet tegen de piano. Niet tegen de piano. Je zegt niet goedemorgen en dan je hebt hem geen naam gegeven. Nee, ik geef de piano geen naam. Nee. Okay. Maar ik zei net, je speelt meerdere instrumenten. Je piano ook vanaf je zesde en op je 26e. Ja, ik ben op precies mijn 20 jaar. Dacht ik wilde graag op straat spelen. Ja. En ik was niet zo van de keyboards. En dan kom je al. En ik luisterde heel veel naar wereldmuziek, naar tango, musette, naar zigeunermuziek. Dus toen ben ik accordeon gaan spelen. En toen ben ik dat ook gaan spelen in de muziekgenres die ik ook al speelde. Dus ook in popmuziek, in country en western, in Nederlandstalig, in van alles, jazz. Ja. En, dus nu is het een tweede instrument geworden. Ja, ik vind het zo'n. Ik weet niet of het instrument ook. Toen de koningin natuurlijk ging trouwen, dus de prinses Maxima, toen was het ook een accordeonist. Ja, is een bandoneon. Oh, dat is weer iets anders. Is iets anders. Wat is het verschil dan? Bandoneon is als je trekt en duwt, krijg je een andere toon. Ja. Met een accordeon is dat hetzelfde. Oh. Als je zo of zo doet. Kijk. Krijg je dezelfde toon. En bij een bandoneon is dat anders. En er zitten nog veel meer verschillen in. Want bij een bandoneon is het niet uit elkaar te houden waar die knopjes voor dienen. En bij een accordeon is dat wat logischer voor ons, westerlingen. Iets meer systeem in dan. Juist. Kijk, nou dan heb ik er weer wat geleerd. Daar ben ik wel heel dankbaar voor, Rob. En wat is dan, waarom dus ben je ermee op straat ben je gaan optreden, zeg je? Want nu dus niet met de accordeon. Toen ging ik op straat spelen. In Antwerpen, Parijs, Marseille. Ja. Ja, en dat was een beetje het begin. En toen heb ik het gecombineerd. Ja, dus op die manier heb je eigenlijk de Europa of de wereld een beetje ontdekt. Nou, het voordeel was als pianist dat ik accordeon ging spelen. Ik kon nog niet zo heel goed accordeon spelen, dus ging ik niet te veel spelen. Ik hield het heel eenvoudig en dat is eigenlijk heel goed. Ja. Want hoezo? Mensen hebben wel gauw de neiging om heel veel te spelen. Je te laten zien, je te willen profileren en heel virtuoos te doen. Terwijl het soms helemaal niet nodig is. En is het veel handiger om veel mooier ook, om veel weinig te spelen. En alleen maar dat wat je speelt, dat in de intensiteit daarin te laten doorschijnen. Dus helemaal perfectioneren van één nummer bijvoorbeeld. Of, ja. 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 Wat mooi. Kijk, er zijn natuurlijk veel mensen in de cultuursector zijn stilgevallen, gedwongen. Hè? Niemand die wil dat. Maar jij, als je ook naar jouw site toe gaat, doet eigenlijk heel veel dingen. Je hebt onder andere een oproep dat mensen nummers naar jou, bij jou kunnen aanvragen. Ja, ik zag er eentje staan. Ja. Nobody's Wife. En dan in de kleuterversie bijvoorbeeld. Of een biesje vrienden. En dan gespeeld als pianopunk. Toch? Dat is een voorstel. Dat zou je kunnen doen. Maar dat is niet gevraagd. Nee. Wat wel gevraagd is. Het is Smoke on the Water in Mozart-stijl. Ja. Of Dancing Queen van ABBA en Fuga van Bach.
stijl. En nou ja, dat soort dingen. En dat doe ik als actie, dan? Daar moeten mensen wel voor betalen. Ja, nee, uiteraard. Dat mag ook wel. Niks gaat er zonde op. Gek worden. Maar hoe ben je op het idee gekomen en hoe doe je dat dan? Omdat ik gewoon stil zat. Ik ben freelance en muzikant. Dus al mijn 8 ensembles, bandjes, die in deze maanden allemaal niet speelden. Ik zat gewoon stil thuis en ik moet gewoon iets doen. Dus ik heb gewoon twee acties bedacht. Die ik eentje deze heb ik bedacht en in de coronatijd. En die andere, ik heb nog een lied, dat is Raad een lied of niet. Ja. Waarin ik een lied in de wasmachine stop en door elkaar hussel. En mensen mogen raden wat ik speel. En degene die raadt, die mag bepalen aan wie ik een ansichtkaartje stuur. Kijk, wat ontzettend. Dat zijn de mooie initiatieven, de vrolijke initiatieven. Dat zijn gewoon de corona-initiatieven, zeg maar. Ja. En dan is natuurlijk de logische vraag van waarom ben je hier? Ik bedoel, je hebt een hart voor de cultuur, maar waarom zit je hier aan tafel en wil je hier je stem laten horen? Nou ja, ik heb even geteld met welke mensen ik speel, waar die nu niet spelen. Mm-hmm. En dat is onder andere een theatertour van Gerard Alderliefste. Een trio Raak, waarmee ik op feestjes speel, maar ook in casino's. Met Nienke Delcour, met het Terugspeeltheater, een improvisatietheater. Mijn eigen projecten, de Bob Stroopshow, enzovoort. Nog een aantal, die zijn allemaal niet doorgegaan. En het zijn allemaal verschillende kanten. En ja, ik vind het gewoon, ik zou het heel belangrijk vinden dat er gewoon aandacht is voor. Om geld naar de theaters te gaan, maar ook naar kleine theaters, naar kleine initiatieven die worden gesteund door naar gemeentes, dat er gemeentes geld krijgen om dingen te financieren, om geld voor cultuur weg te zetten. Dus eigenlijk in alle sectoren. En omdat je namens zo'n grote groep eigenlijk vond je van ik moet zorgen dat ik ook hier ben en mijn stem laten horen en meedoen aan cultuur en actie. Precies. Ja, en hoe groot is die groep dan eigenlijk? Want je gaat natuurlijk zo meteen gaan je... Hoeveel mensen denken, bedoel je? Ja, ik heb ze even geteld. Het zijn er 26. 26? Ja. En dan vind ik eigenlijk, als je ermee akkoord bent, zetten we die op de teller. Ja, zullen we die alvast op de handtekening zetten dan? Ja, maar ja. Ja? Waar ga je tekenen? Voordat je erheen loopt? Ja, dat moet ik zeggen waar. Nee, dat maakt niet uit. Ik doe me helemaal onderaan. Helemaal onderaan. En daarna ga je ons trakteren op een lied. Precies. Op de vleugel die er staat. Precies. Is de vleugel de roze roos onder de piano's? Ja hoor, maar ik vind een piano ook mooier. Oké, dus het maakt allemaal niet uit. Ja. Maakt wel uit, maar ik vind een piano hartstikke goed. Kijk, te gek. Nou, dan vraag ik je om eerst een handtekening te zetten. 26, zei je, hè? 26. Dan zetten we 26 extra mensen bij ons digitale demonstratieplein. En ze staan er inmiddels op, terwijl jij op de grond ligt om je handtekening vakkundig neer te zetten. Daar zullen ze blij mee zijn, die 26 collega's van je. Heeft het nummer nog een naam wat je gaat spelen, Rob? Ja, het heet From Dusk to Dawn. En het komt uit The Art of Being Alone, de kunst van het alleen zijn. Ik dacht, het is wel toepasselijk in deze coronasfeer, afgelopen maanden. Ja. Veel alleen. Ik zou zeggen, ga naar de piano toe, dan gaan we genieten. En nadenken over de kunst van het alleen zijn. Wat we natuurlijk de afgelopen tijd gedwongen hebben geleerd. Of niet geleerd, en dan is het voor de toekomst onhandig. We gaan genieten.